De politie heeft ongeveer 7 miljoen SAD uitgeschreven aan COVID-19 boetes sinds het vorig jaar. Henry Seedorf, commissaris van politie, zegt dat de boetes variëren van het niet dragen van een mondkap tot restaurants en bars die zich niet houden aan de lockdownmaatregelen. Personen die beboet zijn worden in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag op een rekening van het ministerie van Financiën en Planning te storten. Dus hoeveel daadwerkelijk is gestort, daar hebben we nog geen zicht op. Maar de minister die heeft de mogelijkheid om bestuurlijke dwang toe te passen. Dat betekent dus dat indien betrokkenen niet betaald heeft, niet voldaan heeft, dat er ruimte bestaat om beslag te leggen op zaken. Seedorf zegt dat de politie al geruime tijd is gestopt met het opbrengen van lockdown-overtreders met het oog op het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de burgers. De politie is echter niet tevreden met wat ze constateert. Dus dat het aanpassen van de handhaving vaak vertaald wordt als de ruimte om gedragingen tentoon te stellen die in strijd zijn met de COVID-maatregelen. Er is gesproken over de vele uitnodigingen per bijwoning van huis- en andersoortige feesten. En dat legt onnodig druk op het personeelsbestand, omdat naast de COVID-handhaving de politie ook nog moet zorg dragen voor de handhaving van de reguliere zaken, de openbare orde rakende. En ik moet zeggen dat het ons ook zorgen baart, omdat we een stukje vermoeidheid merken bij het personeel. Niet alleen fysiek, maar ook eist het een mentale tol. Seedorf sprak zondag op de COVID-19 persconferentie in het perscentrum. Hij benadrukt dat de boetelijst nog steeds van kracht is.